Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups en Down. Liam was als eerste wakker en toen Sam en Jordi heb ik wakker gemaakt. Want het was inmiddels al 8:45. En ja, en ik zit al helemaal onder de snot. Maar hey, hè. Niels die werkt vandaag voor het dagje, want vanmiddag moet Liam naar de KNO-arts. Voor zijn oren. En dan ga ik naar de winkel, want dan heb ik de twee rustigste bij me. En dan kan ik gewoon rustig naar de winkel. Voor boodschappen te doen. Hi! Ik moet nog bedenken wat we eten enzovoort de rest van de week. Want ik wil eigenlijk een heel eind de week wel gedaan hebben, zeg maar. Hi toe! Kom hier, snopkind. Maar goed, dat dus. Jordi heeft weer buikpijn. Ik heb hem ook al geholpen. Hij heeft weer genoeg scheetjes gelaten. Zodat ik weer stroom heb. De arrogaat staat weer aan ermee. Maar goed, hè. Het is zoals het is. Ja. En dit is de drukte van het gezin van vanochtend. Oh. Zijn neus heb ik al afgedaan, maar een kwartier geleden. Hiep hiep hoi. Hiep hoi. Maar goed, ik ga gewoon vandaag de dag beginnen. Ze hebben al melk gehad, verschoond, alles erop en eraan. Dus we gaan kijken hoe het loopt. Iets wat Liam heel erg graag doet, en Sam zich er niet mee mag bemoeien, maar wel probeert, is folders kijken en krantjes kijken en dat soort dingen. Dat doet hij heel graag. Dus dan mag hij van mij ook altijd, en van Niels ook trouwens. Hij vindt dat gewoon leuk en ja, je doet maar. Veel plezier. Hij wil zich eigenlijk altijd mee bemoeien, maar dat is iets wat Liam heel graag doet. En dat doet hij echt al een hele tijd graag. Dus ja, dat is gewoon zo grappig om te zien hoe dat hij dat doet. Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Doe je lekker kijken? Hij wil geen leesboekjes lezen, maar hij wil wel dit. Nou, prima jongen, als jij dat wil, dan wil je dat. Heeft hij toch iets gebladerd? Niels is inmiddels alweer thuis geweest. Die is met Liam nu naar de KNO-arts. En ik heb de twee van de bamboesbende chipjes gegeven, drinkjes gegeven. Liam heeft ook al van alles gehad. Voordat jullie dadelijk denken, nee, hij heeft snoepjes gehad. Hij heeft echt van alles gehad. Ik heb mij heel even aangekleed. Ik zie er niet uit. Maar goed, hè? Het is zoals het is. Ik kwam mijn joggingpak aandoen. Toen kwam ik erachter dat die lijn, hoe noem je dit, touw, koord, whatever, dat die weer niet goed zat. Dus, en ik ben wel wat dat betreft best een autistisch aangelegd mens. Dus niet dat ik autisme heb, mensen, dat denk ik niet. Maar hè, iedereen heeft wel iets wat hem autistisch maakt of ja, apart maakt. Of hoe je het ook verkeerd. Ik heb mijn haren geborsteld, maar het ziet er weer niet uit. Maar goed, dus met hem nu mee naar de KNO-arts, Niels. Ik ga dadelijk eventjes die andere twee dwergen aankleden hier. En dan wachten totdat hij thuis is. Dan gaan we met z'n allen even naar de winkel. Even boodschap halen voor een aantal dagen. En ik had ook al bedacht wat ik ongeveer wilde maken. Ik wilde in ieder geval shepherd's pie maken in de komende dagen. Daar had ik zin in om te doen. Ik denk dat ik ook ragout wil maken. De ragout die mijn oma altijd maakte. Die wil ik ook maken. En Ik denk dat ook frietjes eten, maar die ragout die eten we dan. Niels en ik eten die dan met een pastijtje. En Jordi die wil dat niet met een pastijtje. Dat heb ik al een keer uitgeprobeerd. En dan gaat hij dat doen, want dat vindt hij gewoon niet lekker. En Sam weet ik niet, maar ik kook dan in ieder geval rijst erbij. Dus dan kan hij kiezen uit allebei. Dus dat is wat ik dan doe. En dan doe ik dan wat groenten bij bakken voor ze. En ik dacht frietjes een keer. Dat heb ik al 3 dagen. Misschien een keer gebakken aardappels. Wat kan ik nog meer maken? Macaroni kan ik maken, maar dat eten we echt al veel de laatste tijd. Misschien een noedelgerecht of zo. En dan doe ik in plaats van voor Jordi noedels, doe ik rijst. Want bij de ene, dan moet ik gewoon op de verpakking kijken. Jordi kan niet tegen. Ik ga kijken of ik het kan vinden op de verpakking. Mijn kast zit te vol. Ik was ook nog sokken vergeten. Maar mijn kast zit te vol, dus ik kan nou even niet zo snel laten zien waar dat hij niet zo goed tegen kan. Maar er zit in pasta tarwe gries. En ja, daar zit ook in bruin brood enzovoort. Alleen de, wat er gebeurd is, als dat zeg maar één klont vormt in zijn darmen, dan loopt hij vast. En dat is eigenlijk het hele probleem wat er gebeurt met die pasta. Kijk, ik denk heel vaak, zal ik het goed uitleggen, zal ik het niet goed uitleggen? Nou, ik ga het jullie even goed uitleggen. Als jij pasta eet en Jordi koudt niet goed, maar Jordi koudt gewoonweg niet goed. Als je pasta eet en je slikt het door, dan wordt het een balvormig, zeg maar. Maar het is voedsel, dus je maag en je darmen gaan het wel verwerken. Wat er dan gebeurt bij Jordi in zijn darmen, is eigenlijk dat die bal gaat door zijn hele darm heen. En dat wordt maar harder en harder en harder en harder. Daardoor verstopt hij. Dat is eigenlijk de hele reden. Als ik hem een tarwegries toetje geef, heb ik hetzelfde resultaat. Want dat wordt een bal en dat gaat als een bal door zijn darm heen, waardoor dat hij verstopt. En aangezien hij al niet goed kan poepen, is dat het hele probleem. Dus alle producten waar tarwegries in zitten, met meelproducten, dat soort dingen, daar moet ik mee uitkijken. Wat er gebeurt met bruin brood, is dat is al zacht van zichzelf. Dat is al goed te verwerken, dat breekt snel af in de darmen, dat verwerkt goed, et cetera. Daar heeft hij dat niet mee. Dus wat er bij Jordi aan de hand is al op het moment dat hij dus die verwerking moet doen, ja, dan loopt hij vast. That's the problem. Dus ja, het is zoals het is, dus daarom loopt hij vast. Dit is eigenlijk, zeg maar, je moet het zo zien alsof je, zeg maar, verstopping hebt in je afvoer. En daar zit allemaal vuil. En je krijgt het er niet doorheen. En je moet heel die afvoer gaan losmaken om het te verwijderen. Nou, dat is wat wij dan eigenlijk ook moeten doen. En dan moeten we, ik heb het toevallig hier liggen, een kanule gebruiken met vocht. Ik heb in dit geval zoutoplossing boven staan. En dan moeten we dit inbrengen. En de kanule kan wel tot hier naar binnen. En dat moet ik eigenlijk in principe die bal helemaal kapot maken. Dat is wat ik moet doen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus dat is de reden waarom dat hij het niet krijgt. En we hebben het dan ook op het advies van de diëtisten, chirurg enzovoorts, hebben we ook gewoon gezegd van, nou, dan geven we het hem niet. Als we het niet hoeven geven, dan hebben we dat gewoon niet. Ja, hij heeft wel buikpijn, maar zijn botox is uitgewerkt. En het is niet zo dat hij nu de zaken van die zaken last heeft waar hij anders last van heeft op het moment dat hij dat binnen zou krijgen. Banaan doet eigenlijk wel hetzelfde bij hem. Dat wordt gewoon een bal, kan niet goed verwerken. Dat is eigenlijk de reden waarom dat hij dat niet krijgt. Dus ja, dat. Ik had ook gezien een reactie over de vraag, ben je dan allergisch voor melk? Voor mij. Omdat ik dumping krijg van vloeibare melkproduct. Ik heb bloeduitslagen testen gehad. De uitslag was allemaal negatief op allergie. Ik heb hapjes uit mijn darmen gehad, want ik heb een darmonderzoek gehad, omdat er wel meer aan de hand was dan alleen dat. Ze konden daar allemaal geen allergie, geen rare dingen vinden. Als jij een gastric bypass hebt gehad, ik laat hier even een plaatje zien wat een gastric bypass is. Dan zie je dat je hebt daar twee magen zitten. Ik ben naar de koe. Ze hebben zeg maar de dunne darm hebben ze verlegd. En op het stukje waar zeg maar, wat zeg maar je kleine maagje zit, dat loopt een stukje door en dat wordt vastgemaakt aan een stukje darm wat er al zat, waar je maagsappen in komen. Nou, dat stukje darm van mijn kleine maagje tot aan het gedeelte waar de maagsappen komen. Dat stukje, als daar melk doorheen komt, daar word ik ziek van. En dat is het hele punt. Dat ook als ik Alpro soja product of wat dan ook ga pakken, daar word ik ziek van. Drink ik nou heel snel hele zoete ranja, heb ik ook. Maar ik drink nooit ranja, dus dat is een voordeel. Maar bijvoorbeeld, als ik dat bijvoorbeeld drink dan, melkproduct, chocomel, Alpro soja product of wat dan ook. Dan nemen daar de suikers en de vetten en dat soort dingen, neemt daar gewoon heel snel op. Waardoor ik die dumpingaanval krijg. En dat is het eigenlijk. Nou heb ik vrijdag een milkshake gehad. En ja, ik heb dumping gehad. Maar omdat ik mijn eigen daarop voorbereid heb. Want ik heb een flesje water bij me in de buurt gehad. Waardoor ik zeg maar ook weer alles sneller door kon spoelen. Dat is niet de oplossing. Maar het is wel wat voor mij op dat moment werkt. Als ik er echt heel veel zin in heb. En dan ga ik gewoon heel veel water drinken om het weg te krijgen. Maar dat is niet de oplossing. Dus beter gewoon niet pakken dan wel. Omdat ik anders gewoon continu ziek ben. En als je dumping krijgt, dan krijg je gewoon eigenlijk gewoon heel stom gezegd een griepaanval. En ik kan dan geen licht meer verdragen. Geluid kan ik niet meer verdragen. Ik heb het idee alsof ik zware buikgriep heb. De dag daarna kan ik gewoon naar de wc blijven rennen. En dat is gewoon mijn beste vriend dan op dat moment. Dat is gewoon echt niet grappig. En dat is wat dat met mijn lichaam doet. En daarom pak ik het dus niet. Heel af en toe pak ik het wel, zoals afgelopen vrijdag met een milkshake. Maar ja, soms living on the edge. Heel af en toe, zegt een vriendin van mij wel eens. Maar hey, soms heb je er gewoon even voor over. En we wilden heel graag de kinderen laten proeven en laten zien hoe je met de milkshake om moest gaan. Want ook hun worden ouder. En ik ben wel van mening dat dat wel gewoon kleine dingetjes zijn waar je wel van moet genieten. En dat hebben ze ook gedaan. En voor het geval dat je denkt, Jordi heeft niks gehad. Jordi heeft een heel groot frambozen white chocolate cookie gehad. En daar heeft hij lekker opgepeuzeld. Dus op het moment dat Jordi iets niet kan, gaan we altijd voor een oplossing. En als het niet de oplossing was geweest voor zo'n cookie, hadden we, Niels en ik, al tegen elkaar gezegd, nou dan pakken we kipnuggets of een hamburger. Ook goed. Dus dat. Ja, ik ga heel eventjes zorgen dat de kinderen klaar zijn. En dat mijn Niels naar de winkel kan om eventjes boodschapjes te doen. De kogel is door de kerk. Liam krijgt buisjes. Zou die zijn oren dan wel gaan gebruiken? Maar goed, ik heb de twee etters aangekleed. Ta -ta 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 -ta! En nu wachten we op Niels en Liam om naar de winkel te gaan. Een hele goede morgen. Ze zijn allemaal wakker en lekker aan het spelen. Liam en Jordi hebben vanochtend ook een fijne ochtend samen gehad. Dus dat is mooi. Ik ben een podcastje aan het luisteren. Ze hebben ook al fruit gehad. En ik ga zo dadelijk het een en ander doen hier. Oh, en trouwens, ik heb Niels' oude telefoon. Daar kan ik ook mee filmen. Oeh, je ziet mezelf. Je ziet me dubbel. Wat wil je? Wat kan mama doen voor je? Moet je goed aandraaien dan? Ja. Wil je hem eraf? Dan moet je hem de andere kant op draaien. Moet je hem de andere... Nee, ik kan hem niet aftrekken. Kijk eens. Kijk. Kijk. Draaien. Hij is een beetje chagrijnig, want het lukte niet. Mama was even een boterham aan het eten. Het is nu inmiddels 11:15, maar ik was om 11:05 ongeveer een boterham aan het eten. Kwamen Liam en Sam. Ze hebben mijn boterham samen voor de helft opgegeten. Nou, dat vind ik niet erg hoor, maar daarna gaven ze aan dat ze nog meer wouden. Dus krijgen ze gewoon een boterham. Ja, maakt mij niet uit. Als je honger hebt, moet je eten. Dus ja, dat doen we. Ja, bij Jordi ben ik wel strikt. Want Jordi kan de hele dag door eten en dat is Rupsje nooit genoeg. Dus daar ben ik wel strikt bij. Maar bij hun niet. Hun geven echt al aan, ik heb honger of ik heb geen honger. Dus vandaar. Samen. Ik geniet hiervan. Ik geniet hier echt oprecht van. Ik ben even bezig met eten maken. We eten vandaag shepherd's pie. Oeh. Dat is niet dat ik het vies vind. Ik kreeg even zo'n boerding, zeg maar. Ik heb mijn worteltjes al gesneden. Ja. Ik ben gewoon lekker op mijn gemakje ermee bezig. Het is 11:30. 11:05. En ja, ik doe gewoon lekker rustig aan mijn ding. Ik heb een shepherd's pie klaar. Die staat in de oven. Mijn keuken is nog één grote pestende. Mijn vaatwasser staat aan, dus. En deze mama gaat niet afwassen, niet hè? No, 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 no. Hier heeft iemand het opgegeven. Hier is nog steeds iemand wakker. We hebben net wel geoefend. Ik was klaar met shepherd's pie. We hebben net wel geoefend met... rondlopen. En bedoel ik rondlopen, bedoel ik mee aan één hand lopen. Dat doet hij goed. Maar dan in één keer onverwachts loslaten. Vindt hij niet tof. Maar ik ben het wel aan het oefenen met hem. Zodat hij zichzelf ook makkelijker kan redden. Want dat is wel de bedoeling. En hij staat gewoon echt goed op zijn benen. Alleen het klikje is er nog niet. Sam is ondertussen lekker aan het spelen. Hij heeft allemaal benden gemaakt zoals je ziet. Dit is echt Sam zijn werk. Die is begonnen met alles op de grond te gooien. En Liam wou het gaan opruimen. Maar ik zeg ook tegen Liam, je hoeft niet op te ruimen. Doe maar lekker spelen. Dus uiteindelijk zijn ze dus samen gaan spelen. Toen had Liam het wel voor gezien gehouden. Toen heeft hij een filmpje gekeken en nu ligt hij daar aan te slapen. Dat is zo schattig. Maar hij is wel hartstikke lief voor zijn broers op dit moment. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar hij is echt super lief voor zijn broers. Echt, op dit moment ja, helpt zijn broers. Misschien iets te veel willen helpen, maar de bedoeling is goed. En ik moet zeggen dat Sam dat ook wel begint in te zien. Dus ja, komt goed. Ook Jordi wil dit helpen. Dus ja, dat. Maar ik ga heel eventjes zitten, 10 minuten op de bank. En dan ga ik opruimen. De keuken opruimen enzovoorts. Alle afwas op één plek zetten. Zodat ik het van huis af kan doen enzovoorts. Dus ja, dat. Ik heb hier normaal altijd van die glazen dingen staan. Maar... ik heb wel eens gehad dat er eentje is gevallen, de laatste keer. En dan ligt er allemaal overal glas. En dan ben ik eigenlijk een beetje beu. En ik zei tegen Niels ook van ja, dan heb ik alles onder het glas liggen enzovoorts. En ik heb hier wel kinderen rondlopen. Ik voel me eigenlijk daar gewoon niet prettig bij. Dus toen zei Niels van, wat wil je dan? Dus toen zei ik, nou ik weet dat ze bij de Action van zulke bakjes hebben. Dus ik heb er een aantal gehaald, zoals je ziet. Ik ben nog niet klaar hoor, maar ik ben even een beetje aan het inventariseren wat ik nodig heb. Dus ja, dat heb ik tot dusverre. En ik vind het eigenlijk wel grappig staan zo. Er zit mijn rijst in, mijn suiker, mijn bloem, dat soort dingen allemaal. Er zit daar allemaal in. Ik moet alleen wel bastardsuiker kopen, want die heb ik dus niet meer. Ik dacht dat ik die nog had, maar die heb ik niet meer. Maar goed, Liam is nog wakker, de rest slaapt. Ik ben hier gewoon lekker aan het pruttelen en aan het doen en aan het klooien. Niels is even weg. Wij hebben zo'n bolderwagen. Er is een huisje op. En een vriendin van ons, die kan daar iets mee, want dat ding is gewoon voor het goor. En zij heeft zo'n speciale naaimachine en zij wil kijken of dat ze hem na kan maken. Dus Niels is daar nu heen. En had dan ook tevens nog wel wat dingetjes enzovoort. Dus prima. Ik ga gewoon hier verder klooien. Een hele goede morgen. Niels is net weg, maar die is ook niet zo laat thuis vandaag, dus dat is goed. We hebben daar kinderen die spelen. Samen spelen zelfs, hè. Wat doen jullie dat ook goed en netjes. Dus ja, Jordi zit daar. En we hebben hier een mini Boomba die rond kwaakt. Daar mag Sam altijd mee spelen. Dat is gewoon van Sam, zeg maar. Die heb ik ooit gekocht voor Jordi. Liam wou er niks mee en Sam wel. Dus hij is ingepikt door Sam. En dat mag. Dus dat. Gisteren heb ik dit dus gedaan. Maar ik heb ook nog andere dingen gedaan. Ik heb deze laden helemaal geordend. Alles lag door elkaar heen. En dan was ik gewoon beu. Die la heb ik nog niet gedaan. Die moet ik nog doen. En ik heb deze la gedaan. Hier had ik eerst pannen in staan. Die heb ik nu niet meer daar staan. Die heb ik nu hier staan. Hier zo. Ik heb gewoon te veel spullen. Ja. Dat. Dus ja. Ik ga heel eventjes relaxen en goed wakker worden. Vannacht ben ik nog bij Liam geweest en Niels is vannacht nog bij Jordi geweest. Jordi heeft buikpijn gehad. Ze waren niet verdrietig of zo. Zowel Jordi als Liam. Maar... Jullie was gewoon wakker. Die had denk ik zoiets van, nee, ik ben wakker. Dus ja. Goed. En Leo die had gewoon heel even een dikke vette knuffel nodig. Ik denk dat ik een uurtje bij hem heb gelegen en toen lag je alweer te slapen. Dus ben ik naar mijn eigen bed gegaan. En Niels lag nog bij Jordi, maar Jordi was nog een beetje wakker. Dus dat. En ja, we gaan zien hoe de dag loopt. De enige verplichting dat ik heb vandaag is dat Niels om 4 uur, of ja, als het goed is doet Niels dat, om 4 uur moet Jordi naar de fysio. Dus ja, dat is hoe het zit. En ik ga nou heel eventjes wat drinken pakken voor mezelf. En ondertussen even wakker worden. Wat lief. Hij doet dan alsof hij slaapt. Van de week 's avonds heb ik hem ook betrapt. Toen was hij nog wakker. En ik liep zijn kamer heel zachtjes op. En hij, op het moment dat ik keek, want ik kan boven door het raampje kijken... Toen lag hij gewoon zo. Lag hij gewoon simpel zo. En toen deed ik de deur op, gooide die gouden knuffels en zijn deken over zich heen. En toen lag hij zo. Dus ik deed heel zachtjes die deken zo omhoog. En dan zie je in één keer een big smile tevoorschijn komen. Geweldig! Ja! Ja, maar dat is wat hij dus wel eens uitvreet. Echt waar? En hij is nog steeds niet helemaal lekker, want hij is nog steeds neusverkouden enzovoort. Dus hij krijgt heel slecht lucht af en toe. Maar mama doet er alles aan om dat goed te krijgen. Dus dat. En binnenkort moet ik naar de huisarts voor dit soort issues allemaal. Ik ga zo even fruit maken. En dan hebben ze een buikje weer gevuld. En we gaan kijken hoe het allemaal loopt. Kun je niet lekker happen? Jam, 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 jam. Zie zo. 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 Het is wel grappig. Sam die begint een aantal stopwoordjes die ik en heel veel gebruiken. Dus als we iets klaar zijn met iets, dan hoor je zo. Omdat wij dat vaak zeggen. Dus als we iets doen en we zijn er klaar mee, zeggen we zo. En dat doet Sam dus ook. Best grappig. Zo. Nu lekker happen. Ja. Ja. Ik heb me even aangekleed. Niels is onderweg naar huis. Dan kan ik heel even gauw naar de winkel. En dan kan Niels, als hij straks... Echt hè, mijn haar. Dan kan Niels, als hij straks thuis komt... met Jordi naar de fysio. Dus dat. En ik moet echt... Nu ga je het zien. Ik moet mijn wenkbrauwen doen, jongens. Echt. Ziet eruit. We hebben nog geen tijd voor gehad. Maar goed, dat gaan we straks of zo maar even doen. Ja, ik moet even voor Niels en mijn lunch halen. Kindje hebben al gegeten, zoals jullie weten. Dus misschien even iets lekkers halen voor de kinderen. En dan gaan we het wel weer zien voor vandaag. Dus ja. Dat. Meer heb ik eigenlijk niet te melden. Soms moet je even naar de winkel. En daar ben ik nu naar op pad. En ik vind het best wel wazig. Vlogen in de buitenlucht. Ik ben inmiddels weer terug van de winkel. Niels is ook thuis. En ik ben ragout aan het maken. En dit is de ragout die ik altijd maak. Die ik van mijn oma heb leren maken. En ja, daar ben ik nu mee bezig. Jordi moet dadelijk naar de fysio. En dan, het kon zijn dat Niels die andere twee ook meenam. Om even tussendoor naar het speeltuin te gaan. Zodat er even tijdsverdrijf is, een half uur. En ja. Ik ben ondertussen even gaan maken. Mijn ragout is klaar. En Niels is met de kinderen Jordi wegbrengen en daarna naar de speeltuin. En ik heb beloofd dat als ik op tijd klaar was met... ondertussen grap ik Niels hier af. Ik heb beloofd dat als ik klaar was op tijd, dat ik dan nog heel eventjes naar de speeltuin kwam. Dus ik ga even naar de speeltuin. Lukt het, Sam? Ik vroeg me laatst al af hoe dat je dat deed met die jongens. Of dat, omdat Liam, niet zo doen, dat is gevaarlijk. Kom maar, Sam! Yay! Yay! Ik vroeg me eigenlijk af hoe dat je ze erop kreeg, want hij deed net alsof het niet lukte. Jee, boem! Haha! Niet? Nee, met mij niet. Maar ik wist toen nog niet dat hij dat zelf kon, want hij deed net alsof het hem niet lukte. Jee! Liam? Haha! Kijk uit voor Liam! Ga zitten. Hey, boem. Haha. Yay. Wip, wappé. Goed vasthouden, Sam. Jij gaat steeds meer vanaf. Kom, met je kontje dichterbij. Zo. Arr. Goed zo. Kijk, kijk, kijk. Het is geen paard. Gaan we Jordi halen dan? Gaan we naar Jordi toe? Liam, dit gaat niet goed zo. Kom, we gaan naar Jordi. Nou, Jordi heeft gevisio'd hoor. Hij heeft er zin in. Daar zitten ze, de Bambix-bende. En gaan we weer terug naar huis. Kindjes zijn gedoucht. Mama is ook gedoucht. En ik heb mijn wenkbrauwen weer goed gedaan. Ik heb voor Niels zijn lunch enzovoorts gemaakt. Hij heeft morgen een hele lange dag. Hij is pas tegen 10:30 s'avonds thuis. En dat is prima. Maar ja, daar heeft hij dus ook genoeg eten nodig. Zo heb ik even geregeld. En zo dadelijk gaan we naar bed. Want ik ben moe. Dus ik moet naar bedje toe. Jullie vielen bijna aan de hand. Goedemorgen. Hij is wakker. Hij is gisteravond nog wakker geworden. Toen dacht ik van, heb je last van je oren? Hij gaat sowieso buisje krijgen hoor. Maar ja, ik mocht niet aan zijn oor zitten, aan zijn linkeroor. Hij stond niet naar buiten toe. Hij had ook geen koorts, had verder helemaal niks. Dus ik weet niet of hij een vertekend beeld heeft laten zien. Nou heb ik vanochtend gekeken en ik mag overal aankomen. Dus ja, ik denk niet dat het echt specifiek zijn oren waren. Maar goed, hè, het is zoals het is. We kijken het nog even aan. Heb ik met Niels afgesproken. Normaal weet ik het gewoon 1000% zeker, maar nu niet. Zijn oor staat niet naar buiten, er is verder niks aan de hand. Hij is gewoon vrolijk, dus we gaan het gewoon even zien. Dus ja, prima. En hij heeft zelfs de melk opgedronken. Tada! Dus Niels die is even bij hem in bed gekropen. En de bedoeling was dat ik Niels na een uurtje wakker zou maken. Is me niet gelukt, maar mezelf ook. Ja, toen is blijkbaar Jordi wakker geworden. Is Niels bij Jordi in bed gekropen. En toen in één keer, om 2 uur, 2:30, hoorde ik in één keer gekrijs van Sam. Ik denk, wat is dit? Hij bellen. Nou, het kind was zo zuur aan zijn ontlasting. Hij was helemaal rood en had gepoept. Ik denk, oh nee, Garem. Dus ik gauw verschoond. En ik ben bij hem in bed gaan liggen. Ik zei tegen Niels, ga jij maar gewoon naar bed. Niels heeft mij wel geholpen om alles te verschonen. Dat hij gewoon echt rood was. En ik had gewoon even een extra setje handen nodig. Zodat ik het kon schoonmaken en Niels hem tegen kon houden. Dat ik het niet allebei hoefde te doen. Ik wil deze maar in de keuken zetten. En nou, dat dus gedaan. En toen ben ik bij hem gaan liggen. En op een gegeven moment vielen we in slaap. En om 5 uur vanochtend dacht ik, oh, mijn rug. Nou, toen ben ik naar bed toe gegaan en ben ik verder gaan slapen. En ja, Liam was al wakker. Niels die is weg. Niels die is tot vanavond heel laat weg. Die komt pas om 11 uur of zo, 10:30, weet ik het, thuis. Die heeft tot 9 uur cursus. Dus ja, dat. Maar ik ben wel gebroken, maar echt moe. Ja. Maar goed. We gaan het gewoon afwachten. Wie ben je aan het bellen? Liam. Wie ben je aan het bellen? Doe maar bellen. Wie bel je? Bel je oma, opa, papa? Wie bel je? Papa. Is dat papa? Papa. Oh, echt? Mama. Oh, mama? Papa. Maar mama zit langs je. Ja. Nou, ik ga even kijken naar wie die aan bel is. Ondertussen is iedereen wakker. Peppa Pig op de televisie. Jordi lekker aan het spelen. Ik laat het even lekker zo. En ja, we gaan het zien. En ik denk dat ik nu ook verkouden ga horen. Ik zat mij al af te vragen wanneer dat dit ging gebeuren. Maar goed. Even de luiers opruimen. En dan dadelijk een keer weer fruit maken. ze wel langs elkaar zitten en spelen. Ben je aan het doen? Ondertussen zit hier madame. Dan zit ik met madame aan het knuffelen. Mijn hand moet precies onder haar hoofd zijn. Of op haar hoofd zijn. En daar zit Sammy. Sam. Hi. Oh. Joh, doe niet zo lastig. Niet meer lastig. Doe zachtjes voor Joefie, hè? Zachtjes doen. En dat kan je, hè? Want dat heb je net laten zien. Hé, hey, babytje. Ah, Joefie baby. Ah, Joefie baby. Ah, Joefie baby. Zachtjes, zachtjes. Zachtjes. Hij houdt er niet zo van. Niet doen. Hij houdt er niet zo van dat je kusjes geeft. Dat moet hij niet. High five. High five. High five. Goed zo. High five, lief. High five. High five. High five. Yay. Yay! Yay! Het is weer eettijd. Ik heb tosti's gemaakt voor de kinderen. Sam zit lekker te eten. Liam zit lekker te eten. En Jordi zit ook lekker te eten. Mijn kinderen vinden tosti's lekker. En met bruin brood erbij is het alleen maar lekkerder. Dat is niet helemaal waar, maar dat maakt niet uit. Ze krijgen zo wel hun granen binnen. Hap. Dus dat. Ja. Lekker happen, hè? Lekker happen. Hoe lekker. Vind je het niet lekker? Vind je het heel lekker? Oké. Nou, dat. Liam heeft hem een dekentje gegeven. Het is hij ligt lekker onder een dekentje en hij vindt het geweldig. Liam ligt hier. En Jordi zit hier. En ik zit ook gewoon lekker rustig op de bank. Ik doe het vandaag gewoon lekker rustig aan. Want vannacht heeft me gebroken. Met hem. En hem. En hem. Niels had ik net ook nog even gesproken. En Niels zei ook van... Ik ben wel kapot. Ik zeg, ja, die snap ik wel. Ja, ik zeg, kinderen, leuk. Maar ik moet er wel bij zeggen, ze zijn me allemaal vandaag echt gewoon heel erg lief voor elkaar. En voor mij en voor Jordi. En ze zijn echt super lief. Ook Liam is heel lief voor Sammy, want hè, Sammy die kreeg een deken van Liam. Doet hij gewoon uit zichzelf, hè? Ik heb niks gezegd tegen hem. Dus dat maakt me dan wel heel erg trots. En Sam heeft een beetje een rode kont, want zijn belasting is zo zuur als het maar zijn kan. Alsof er een fles azijn uitkomt, zeg maar. Ik denk dat er nog een kies of zo bezig is, ik weet het niet. Ja, hij heeft dus een rode kont. En dat deed echt super veel pijn. En hij was aan het schreeuwen en aan het doen. En ik doe dan op dezelfde manier als dat ik Jordi behandel met de rode kont. Want dat werkt gewoon het beste. En hij kwam ook op een stoel erbij staan. Een handje vasthouden en kusjes geven. Zo van, komt goed, komt goed. Was wel heel schattig. Maar goed. Ik ga heel eventjes verder op de bank zitten. En mijn podcastje verder luisteren. En ondertussen de etters in de gaten houden en dadelijk luiers controleren en alles. Dus ja, Maar het lijkt op zich, het lijkt nu alsof het een uur of 7 s'avonds is in de zomer. Want het is echt gewoon grijs. Ik weet niet wat het is. Misschien komt het ook omdat ik moe ben. Maar daar lijkt het in ieder geval wel op. Ik heb heel eventjes een andere pyjama aangetrokken. Want ik ben heet het bezig geweest met de kinderen. Met spelen, et cetera. En ja. Ze zijn hier nog gewoon lekker bezig. Het is bijna 7 uur. Hallo? Jij moet ook bezig zijn. Want je gaat zo naar bed. Ik ga flesjes maken. Tanden heb ik ze al gepoetst. Dus dat is goed. Oh, je hebt hem helemaal ondergelebberd, jongen. Up, 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 up. Jordi is hartstikke moe en dat snap ik. Want ja, als je niet goed slaapt s'nachts. Maar ik ga dus flessen maken. En dan ga ik zijn pyjama's aandoen, et cetera. En tanden heb ik al gepoetst, dus dat is goed. En ik heb mij eigenlijk even gauw omgekleed. Want ik voelde mij eigenlijk niet helemaal schoon meer, zeg maar. Dus dat. En bij deze ga ik deze ups en down ook afsluiten. Als de kinderen op bed liggen ga ik even eten. Ik ruim even op en dan ga ik even serie kijken. Eventjes ontkinderen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is wat ik ga doen. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.